Fatma. Ik wil je even voorstellen aan onze nieuwe stagiair. Oh, oké. Wie dan? Adil. Hedil. Ja, dit is onze nieuwe stagiair. Adil. Hedil. 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 Ja, Hedil. Hedil. Ja. En dit is Fatma. En Fatma werkt al jaren bij ons, hè, Fatma? Ja, we kunnen ons eigenlijk niet voorstellen zonder Fatma. Nee hoor. Binnen 3 minuten hebben ze een ander. Ja. Maar goed, ik dacht ik... Ik stel jullie even aan elkaar voor. Hallo. Hoi. Ja. Omdat ik dacht, het is wel leuk voor je, hè? Er is er naast jou nog iemand die... Wat? Nou, gewoon. Dan kun je een beetje ervaringen uitwisselen over cultuur, hè? Achtergrond. Cultuur? Hoezo cultuur? En ik heb Adil persoonlijk aangenomen. Waarom? Nou, Fatma, omdat ik om me heen keek en ik dacht, het is hier veel te wit. Huh? En Adil is ook Marokkaans. Adil. Net als Fatma. Ik ben Turk, hè? Oh, god, jongens. Unconscious bias, hè? Zelfs ik, kun je nagaan. Dus jij bent de excuus, Mokro? Nee, Fatma, nee. Ik wilde gewoon wat meer kleur. Gewoon een beetje frisse wind. Ben ik daarom aangenomen? Ook. Eddie, ook. Hedin. Ja? Maar je bent ook gewoon heel goed. Je hebt hele goede cijfers. Hé, hey, is dat zo? Nee. Gewoon gemiddeld. Iets eronder zelfs. Ja, maar dat is logisch, want het is voor jou natuurlijk allemaal een stuk moeilijker. Moeilijker? Zie je nou wel. Je bent hier gewoon voor de show. Doei. Waarom doen jullie ook altijd zo moeilijk? Gezegende dag, Fatma. Inshallah. Eddie. Hedil. Hedil.